Mijn naam is Reni Bouwman van Moedig Mens en in het kader van de Sociale Groningse Ondernemers Challenge heb ik gewerkt aan het maken van een poster. Een poster om kinderen te helpen om een positief, realistisch zelfbeeld op te bouwen en te behouden. Want even serieus, dat internet is natuurlijk een fantastische uitvinding, maar al die social media, als je niet oppast, het is een aanslag op je zelfbeeld, op je zelfwaardering en op je zelfvertrouwen. En al helemaal voor kinderen die alles slikken alsof het zoete koek is en zich niet bewust zijn van dingen als Photoshop en fake news en al dat soort gekkigheden. Dit scheve zelfbeeld dat leidt tot onzekerheid. En onzekerheid leidt tot angst. Angst geeft weer spanning. Spanning geeft weer gedoe in je buik of andere lichamelijke klachten. En je durft daardoor niet meer zo goed jezelf te zijn. Oftewel, je kunt niet meer zo goed groeien. En als er natuurlijk één ding is wat kinderen nog moeten doen, dan is dat groeien en zichzelf ontwikkelen. En dat is natuurlijk super zonde van al die mooie eigenschappen en talenten die er in elk kind verborgen liggen. Dus ik dacht, ik wil kinderen helpen. Ik wil ze helpen om een positief, realistisch zelfbeeld op te bouwen. En dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Daar heb je eigenlijk twee dingen voor nodig. De eerste ding is dat je moet je goede eigenschappen meenemen. Dus je vaardigheden, je talenten en alle dingen waar je goed in bent. Ik noem dat edelstenen. Die moet je meenemen, die moet je bij je hebben. En het tweede wat je nodig hebt is deze poster. Deze poster is een verzamelplek. Hij is uitklapbaar. Het is eigenlijk ook een soort van kleurplaat. Het is een poster, kleurplaat, verzamelplek voor de edelstenen van kinderen. Dus waar ze in alle vakjes kunnen ze hun vaardigheden en de dingen waar ze goed in zijn kunnen ze opschrijven en zo verzamelen. En daarnaast zit er ook nog een stickervel bij met allemaal diamantjes die je helemaal zo op je kleurplaat kunt plakken. En op deze manier kunnen kinderen dus echt gewoon letterlijk hun eigen waarde, dus hun eigen waarde in het oog houden. Heb jij nou ook een paar van die mooie koters thuis rondlopen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar? Of misschien heb je wel een hele klas vol ervan. Dan bestel de poster op undercoverjam.nl. En ga samen op zoek met Undercover Jam naar al die mooie eigenschappen en die mooie edelstenen. En help ze. Help ze om een positief en realistisch zelfbeeld op te bouwen en te behouden.